Wat je in deze gekke tijd misschien zelf ook wel gemerkt hebt, is dat de oude manier van leven niet meer lijkt te werken. Hoe je ook kijkt naar de wereldsituatie en wat daar ook jouw standpunt in is, één ding hebben we allemaal met elkaar gemeen. En dat is dat we niet klakkeloos verder kunnen leven zoals we altijd gedaan hebben. Dingen als elkaar begroeten met een knuffel, uit eten gaan, een winkel bezoeken, waren altijd de normaalste zaak van de wereld en zijn nu opeens niet meer altijd mogelijk. En dat is geen toeval. Je hebt misschien meerdere spirituele leiders uit verschillende stromingen horen zeggen dat het transitietijd is. Dat we als aarde door een overgangsperiode gaan. We zitten als mensheid in een transitie waarbij alle oude systemen die eigenlijk niet helpend, niet dienend voor ons waren, weg aan het vallen zijn. En als we even heel eerlijk tussen jou en mij het erover hebben, is het eigenlijk nog best wel licht uitgedrukt om te zeggen niet helpend. Want we weten natuurlijk allemaal ook dat een groot deel van de manier van leven die we tot nu toe hadden eigenlijk niet duurzaam was. En dat er plekken waren waar de oude systemen en de oude manier van doen ontzettend veel schade bracht aan bepaalde bevolkingsgroepen, aan zowel mensen, dieren als natuurgebieden en de planeet als geheel. Dus dat alles weg gaat vallen, dat kan soms ook best wel als een zegen voelen. En dat is in de kern ook echt wel goed nieuws. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel een best pittig proces om te merken dat de wereld niet meer door kan blijven draaien zoals hij altijd deed. Dat die oude systemen waar we op leunden en waar onze hele samenleving op gebouwd is, gaan wegvallen, is iets wat onvermijdelijk is en iets wat alleen nog maar meer zal gaan gebeuren naarmate we verder de toekomst ingaan. Dat het op momenten uitdagend is en dat het best wel pittig en onrustig kan voelen om mee te maken, is iets wat we allemaal al wel gemerkt hebben en wat ook de komende tijd waarschijnlijk alleen nog maar voelbaarder en voelbaarder zal worden. Maar er is nog één vraag waarvan het antwoord onbeantwoord is. En dat is de vraag, nu we in deze transitie zitten, nu het oude gaat wegvallen, wat ga jij bijdragen om samen een nieuwe en liefdevollere wereld te kunnen creëren met elkaar? Want je bent hier met een reden. Het is niet zomaar dat jij op dit moment in deze transitietijd in leven bent. Ieder van ons draagt een puzzelstukje. Een puzzelstukje van de nieuwe wereld met zich mee. Er is iets wat jij te geven hebt vanuit wie jij werkelijk bent, vanuit datgene wat in jou leeft, dat die nieuwe wereld kan helpen bouwen, die ons op kan vangen op het moment dat het oude gaat wegvallen. En dat puzzelstukje wat jij hebt bij te dragen is niet alleen maar hetgene waarmee je die mooiere wereld kan creëren, waarin we eindelijk in vrede en harmonie en overvloed met elkaar samen kunnen zijn. Het is ook het puzzelstukje wat ervoor zorgt, of eigenlijk de energie die ervoor zorgt, dat jij ook in deze onrustige tijd jezelf kan voorzien in je levensonderhoud, in je welzijn, in je veiligheid. Het is dat puzzelstukje in jou dat alles kan brengen dat jij en wij als wereld op dit moment nodig hebben en zeker dit komende jaar. En gelukkig hoef je niet in je eentje uit te zoeken waar dat puzzelstukje dan precies in jou te vinden is. Wat het precies is dat jij dit jaar bij te dragen hebt. Wat het precies is en welke stappen je moet zetten om dat werkelijk succesvol in de wereld te krijgen. En hoe je de obstakels moet overwinnen die jou er op dit moment van weerhouden om dat stukje bijdrage al volledig gedaan te kunnen hebben. Ik organiseer binnenkort namelijk mijn heel erg populaire nieuwjaars licht challenge. Dat is een gratis 3-daagse challenge waarbij we met duizenden mensen samenkomen om contact te maken met datgene wat wij dit jaar werkelijk bedoeld zijn te doen. Zodat je een vliegende start maakt met het creëren van die veranderingen die jij dit jaar in je leven en in de wereld verlangt. Tijdens deze 3 dagen krijg je een boodschap vanuit je intuïtie die je helderheid gaat geven over wat jij bedoeld bent te doen dit komende jaar. Gaan we heling geven aan de belangrijkste blokkade die in de weg staat om die stappen daadwerkelijk te gaan zetten.
en ontvang je de eerste concrete actiestap die jij nu bedoeld bent te zetten om jouw missie dit jaar werkelijkheid te maken. Zodat je ook komend jaar en juist dit jaar leeft in overeenstemming met jouw zielsmissie, die daadwerkelijk werkelijkheid gaat maken en dat doet op een manier waarbij je ook jezelf financieel daarmee goed in je levensonderhoud kan voorzien. De nieuwe wereld waar we van dromen en waar we eigenlijk toch altijd naar verlangd hebben, is mogelijk. Sterker nog, het is nu mogelijker dan het ooit geweest is. Als je ervoor kiest om te doen wat er nodig is om dit in de wereld te zetten. De keuzes die jij dit jaar maakt, bepalen de rest van het vervolg van deze onrustige transitietijd. En als je daar samen een start mee wil maken, meld je dan aan voor de gratis Nieuwjaarslicht Challenge op www.meraloes.nl/licht. Ik zie je daar heel graag snel terug om een vliegende start te maken voor dit jaar en een wereld te creëren die echt klopt bij wat we verlangen en de liefde die we zijn.